avond weer. Zijn nieuwe show was anders. Grappen en opmerkingen vloeiden in elkaar over. De sfeer leek allesbehalve geforceerd en de conferences werden zo terloops gebracht en zo achterloos uitgesproken dat het leek alsof hij de kritiek een stap voor wou zijn. Ieder onsje wordt op papier gezet, dat is belachelijk, mens. Het wordt een frustratie, dat gewicht. Ik kom van de week, kom ik bij een hotel, staat een bord in de tuin, honden aan de lijn. Nou, dat is mislukt, dat mopje, hè? Vind je geen leuk mopje, zeker, hè? Nou, goed, dan vertellen we een andere mop. We hebben moppen zat. Ik dacht het leuk mopje was, honden aan de lijn. Je hebt toch honden en dan zo'n, een lijn, weet je. En je hebt, nou ja, als je het gaat uitleggen, ben je weer. Ik dacht een leuk mopje, honden aan de lijn, maar dat valt tegen. Houdt hij niet van dieren? Ik wil niet pochen, maar vorige week heb ik een medaille gekregen van de Nederlandse dierenbescherming. Omdat ik altijd oude koeien uit de sloot haal. Het leek wel alsof hij gewoon zichzelf was. Alsof hij echt zomaar wat deed. Geen tactieken, uitgetekende strategieën of plannen, maar gewoon intuïtief te werk gaan. Want werken deed hij wel. Van 's morgens tot 's nachts, van de eerste repetitie tot het laatste optreden, bleef hij sleutelen en bijschaven. En het resultaat was ernaar. Dan was het inderdaad zo dat mensen zo onbedaarlijk hebben gelachen. Dat Guus Oster, ik geloof dat Guus het was, of anders was het meneer Wunning, na de voorstelling Toon aan de hand nam en zei: Toon, moet je eens even komen. Zei, weet je wat ons dit kost? Iedere dag. En er waren 5, 6 stoelen. Die waren gewoon drijfnat. Dan hadden mensen gewoon in de broek gepiest van het lachen. Die hel is niet klaar, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage. Mr. Schimmel. Kijk, hou niet van die man. Ik heb een weinig mensen een hekel, maar kan die man niet uitstaan. Schijnheilige. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. Die knecht vind ik ook een zak. En je kan alleen maar onbedaarlijk om iets lachen als het ook inderdaad om niks gaat. Dus ik kan niet onbedaarlijk om politiek lachen. Wat een leuke grap kan zijn, maar ik kan alleen maar onbedaarlijk lachen over geef de appelmoes eens door of dat soort flauwekul. Totale nonsens. Het is maar één beweging. Het is maar één beweging, mensen. Kijk eens. Kijk, het zijn maar 2 scharnieren en ze zitten ook aan de goede kant, hè. Kijk, als die hier gezeten hadden, dan had je die kant opgeklapt. En dat was een constructiefout geweest, hè. Kijk, want er zit hier een bubbel. Een verdikking. Nee, dat heeft hij ook. Kijk je maar vanavond als je thuis komt, zit hier een verdikking. Kijk, en dit hoort bij dat. Kijk, Duc. Dat vind ik zo knap dat ze bij het maken van de mens al rekening gehouden hebben met de hoogte van de stoelen. Wat hij heel erg had, was natuurlijk dat er interactie was met het publiek toch heel veel. En dat hij van een kuchje of van 1 lettergreep dikwijls een nieuwe conferentie in elkaar smeden van bijna wel eens een kwartier of zo. En dat kwam dan zomaar uit de lucht vallen. En dat doet eigenlijk nog niemand. Dat proberen ze wel eens een beetje na te doen, maar dat is meestal na 10 tellen is het al afgelopen. Want dan weten ze het echt niet meer. Maar Toon was daar dus een grote meester in. Want die kon het verder niks schelen wat er nakwam of wat er voor geweest was. Die pikte dat en die maakte daar gewoon een hele scène van. Hij gaat even een tennisracket halen en een tennisbal. En dan zal ik u daar een klein verhaaltje van vertellen. Tegen 1980 had Toon Hermans zijn techniek zo tot in de perfectie weten te verfijnen, dat hij er zelfs in slaagde het publiek te laten schateren door letterlijk niets te doen. Thank you.
kom zo. Zeg, dat is gek. Nou, u weet natuurlijk niet wat ik denk, want dat kan nooit. Maar weet je wat ik dacht? Ik stond te fluiten. Ta-ta-ta-ta, ra-la-la-la. En toen dacht ik, wat idioot, en toen dacht ik, is dat nou van Beethoven? Of is het nou van mezelf? En het is van mezelf, notabene. La-ta-ta-da-la-la, la-la-la-la. O Caroline. O Caroline, dat is een nieuw liedje. Als ik straks tijd heb, dan zal ik het voor u zingen. Toon had natuurlijk altijd vast in zijn hoofd het wijsje, het liedje. En hij zong dat ook heel dikwijls in op een klein opnamebandrecordertje wat hij zo in zijn zak had. Daar was dus geen enkele noot van op papier, er was ook geen enkel akkoord voor de begeleiding. En dat werkten we dus samen altijd uit. Ik heb dat heel veel bij hem thuis gedaan en later hebben dat ook weer anderen gedaan. Maar op het podium, met de repetities dus, gingen we dus van zo'n melodie en dan een akkoordschema daar de begeleiding bij maken waar hij zelf, moet ik zeggen, een hele duidelijke vinger in de pap had. Want hij kon wel voorzingen wat hij zo in zijn gedachten hoorde. Fenomenaal. Ja, het moet heel spits zijn. Goed, ik weet nog steeds niet zeker van de soes, Hans. We zijn nu gaan vertragen. Daar hebben we daar zo'n soort aperture van gemaakt van dat. Het is eigenlijk een beetje jammer, want het is eigenlijk toch van. En op een morgen. Zo'n figuur nog achter. Je moet het ineens ophouden. Weet je wel. Maar dat kom ik wel op, als het allemaal zit. En dan had je mietje van de la 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 la. En zo heel langzamerhand kwamen die begeleidingsvormpjes en tegenmelodietjes en akkoorden en alles wat er nodig is om zo'n liedje te begeleiden, kwamen dus heel langzamerhand tot stand. La 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 la. Nou, de tweede klap, jongens, kom het. Ik kan misschien nog zoiets maken van een en had je dat kind van Jans of zoiets, die niet vrije vrouw, die wou niet vrije, maar die wilde dansen, weet je wel, dat iets van dansen deed. En dan, van Jans, die niet vrije vrouw, maar dansen, maar ze dronk geen glas helaas, want ze had een hele zwakke blaas. Hij deed natuurlijk niet zomaar wat. Alles wat hij deed was natuurlijk wel berekend. Maar in de zin van... ik doe maar wat. Maar hij wist wel wat hij ging doen. Maar hij wist niet hoe het zou uitpakken. Dus en bijna al zijn grote successen zijn zo begonnen. Dus van, ik zei wel eens tegen hem, doe je vanavond dat nummer van die goochelaar? Ja, zeg maar, ik weet nou niet hoe ik begin, ik doe maar wat, ik pak maar wat en ik zie wel waar het schip strandt. En dat deed hij dan ook gewoon, dan deed hij maar wat. Tuurlijk, en later, als die show afgelopen was, 's avonds, en dan reed hij naar huis. En dan moesten we in de auto dat bandje draaien, we namen dat iedere avond op. En dan begon zijn studie pas, over ik doe maar wat. Dan ging hij dat ik doe maar wat helemaal stylen en zetten. En zo kwam de volgende dag kwam er iets nieuws bij. Een andere zin of een andere beweging. En zo werd dat ik doe maar wat telkens opgebouwd tot ik heb iets gedaan. Toons populariteit bereikte een nieuw hoogtepunt.
Hij had inderdaad al zoveel gedaan en zoveel bewezen dat hij aan de kritiek bleek te ontstijgen. Zijn fans droegen hem weer op de handen. En in 1991 begon het Amsterdamse publiek zelfs spontaan het Limburgse volkslied voor hem te zingen. Ik heb in Amsterdam een boel applaus gehad. Maar ik ben iemand van een kleine stad. Ik hou van Parijs, ik hou van Londen, in de plaza in New York lag ik in bad. En San Francisco heb ik altijd mooi gevonden. Maar ik ben iemand van een kleine stad. Ja, ik ben iemand van een kleine stad. Een lieve stad. Een lieve stad. Een lieve stad. Datzelfde jaar nog verloor hij zijn vrouw Rietje, die 50 jaar lang zijn muze en steun was geweest. Ook nu weer probeerde hij dat te verwerken, zoals hij dat met alles deed. Door er schilderijen, verzen en liedjes over te maken. Er zelfs een volledig programma aan te wijden. Maar deze keer liep het niet zoals anders. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb jou onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me, alsjeblieft. Dat was verschrikkelijk. Het was aan de ene kant ongelooflijk goed. En aan de andere kant was het, denk ik, voor Thoma, voor de andere muzikanten ook wel, maar voor mij zeker, een leidersweg. Want het zat zo diep, dat verdriet. En ja, hij probeerde eigenlijk met die voorstellingen dat verdriet een beetje te overwinnen. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. En ja, die show is ook moeten stoppen. Hij is... Ik meen dat het in Alkmaar was dat hij van het podium afgelopen is, huilend, en niet meer teruggekomen. En toen was het afgelopen. De laatste dag, laatste ijsje, en een hand van de patroon. De radio speelde een vrolijk wijsje, en we zongen mee. Van Sessibon. Toen zijn we in ons eigen rijtuig met open dak naar huis gesjeest. We waren zelden zo gelukkig en nog nooit zo rijk geweest.
als we later in een suite sliepen, dachten we nog aan die twijfelaar. En dan hoorden we weer die pootjes piepen. En we kropen dichter bij elkaar. Toon kwam in een diep dal terecht, waar hij echter langzaamaan weer uit wist te klimmen, tot verbazing van intieme vrienden, zoals Frans Verleijen. Het merkwaardige is dat een man van bijna 80 toch over innerlijke vermogens schijnt te kunnen beschikken om uit zo'n dal te kruipen. Toon Hermans heeft een hele positieve houding tegenover de idee leven. Mm-hmm. Het is een half religieuze houding die niets met kerkzij te maken heeft, maar toch heel intens is, heel mooi om naar te luisteren. En die man is eruit, die zingt terug liedjes, die gaat opnieuw optreden. Binnen een maand of twee, drie is die in Antwerpen. Mm-hmm. En het is bijna aangrijpend hoe een menselijk wezen door wijsheid en loutering kracht kan produceren om er weer te staan. Wit pochet, schone sadoek, schone sokken. En nou gaat vader toch weer met applaus naar bed. Toen ik 6 jaar was, kon ik iets wat niemand kon. Het spijt me dat ik het zeggen moet. Ja, ik ben niet zo'n bluffer, maar ik kon iets dat kon niemand. En weet je wat er was? Ik kon mensen namen. Kan ik nog? Ik kon mensen letterlijk nadoen hoe ze eruit zagen. Als ik op straat liep in Sittard en ik zag een oude man, deed ik hem na. Zo. Dat is nou niet meer zo moeilijk voor me. Toon Hermans is een soort medium. Die slorpt dingen op en die straalt die weer uit. Schrijvend of schilderend of theaterspelend. La 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 pidelum, pidelum, pom, pom. Een stoel, een kast, een ei, een ui. Weet je dat de dingen spreken? Een keukenla, een oude deken. Een poef, een kruk of een fauteuil. Piddeloem, piddeloem, pom, pom. Ik hoor ze praten allemaal, de kurkentrekker en de hamer. En zelfs de stilte in mijn kamer, die spreekt een eigen taal. Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. Toen riep jij opeens, dag lieverd. En je sprong achter op mijn fiets. En we reden naar de zee. En je haren waren blond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij een lieverd vond. Ik fietste naar een rustig plekje met dat indrukwekkend kind. Naar een afgelegen stekje, net zo'n beetje uit de wind.
En toen zei ze weer iets liefs, wat ik niet helemaal verstond. Maar ik vond het onbegrijpelijk mooi, dat iemand mij een lieverd vond. Ze droeg een vrolijk strooien hoedje, toen ze daar zo naast me zat. En ik dacht, dat kind dat doet je. Dacht, dat kind doet je wat. Ik had het nauwelijks gedacht. Of ze kuste me op mijn mond. En ik vond het onbegrijpelijk mooi. Dat iemand mij een lieverd vond. Stierf op 22 april 2000. De liedjes die hij vlak voor zijn overlijden opnam, waren zijn allermooiste. En hij dacht alweer aan een volgende show. Hij was 83 jaar. Ik zeg wel eens, ik heb mijn vak geleerd op de markt. Ik ben in Sittard geboren, een klein stadje in Zuid-Limburg. En daar was één keer per jaar was jaarmarkt. En er stond er een standwerker, een marktkoopman. Die had een heel klein kraampje onder een parasol. Een man die dus niet schreeuwde, zoals de meeste standwerkers, die hoppa, schwepla, hoppa, stonden die daar te brullen. Die man niet. Een zeer gespanjeerde, chique man, met een soort Edenhead op, altijd een falcon aan, heel chic. Hij klapte het tafeltje open, legde die een vloeren kleedje over, dan pakte die een grammofoon. Dat was een unieke man. En Klein heette die, Klein. Pakte die een grammofoon, die zette die links op het tafeltje. Parasol open. Dan begonnen de mensen al te komen. Toen stroomde het publiek al toe.